We hebben een heel actief brein en we kunnen dat brein niet zomaar stilzetten. Wat kunnen we wel doen? En dat geef ik altijd als tip aan mensen die me dat vragen. Rudo, kan ik mijn kop niet stilzetten? Je kunt je kop niet stilzetten, maar je kunt er wel zelf voor kiezen waar je kop mee bezig is. Hoofd in het Nederlands. Waar je hoofd mee bezig is. Dus door te weten waar je op lange termijn wil zijn, hè, jouw vuurtoren noem ik dat altijd, en jou daarop te focussen, dan gaat jouw brein effectief actief daarmee bezig zijn en heeft het ook geen tijd om met andere dingen bezig te zijn. Hoe meer dat je dat traint, hoe meer dat je focus hebt waar je naartoe wilt, hoe vlotter dat dat kan gaan. Combineer dan mijn hobby, een sport of whatever, waar je hyper gefocust moet zijn op bijvoorbeeld een beweging. Dus ook dan ligt jouw brein niet stil, maar jouw brein is zo actief bezig met iets dat ze het heel graag doet, dat het ook dan weer geen tijd heeft om te zitten toppen. Om te zorgen dat jouw brein dan s'avonds niet maalt door alles en nog wat, die eerste twee hebben sowieso al effect. Door je focus te hebben op waar je naartoe wilt, ga jouw brein overdag veel meer bezig geweest zijn met jouw doelen te proberen bereiken en dus veel minder met waar je jou in op aan het jagen zet. Als je dat combineert met een hobby die dan kan ontspannen en jouw brein effectief een keer zich laten concentreren op iets Hans anders. Steek daar dan eventueel ook nog een dagboek of whatever bij, waar dat je s'avonds nog neerschrijft wat er in jouw hoofd zit. Eventueel gecombineerd met een mindfulness oefening. En dus ook dan gaat jouw brein bezig zijn met zich te concentreren op jouw lichaam en wat er gebeurt en de gevoelens. Dus ook dan ga je jouw brein weer nuttig inzetten. En ga je op een veel rustigere manier in slaap kunnen vallen. Dus nee, je kan je brein niet stilzetten, maar je hebt zoveel keuzes om het wel nuttig te gaan gebruiken. Nu is dat wat in het begin zeker wat zoeken van, ja maar ja, Rudo, de vuurtoren, dat is toch niet evident? Wel, we hebben daar een traject voor. Dat is een lang traject, dus als je voor die reis gaat, reken dan zeker een half jaar onder goed gestart te geraken. Dus dat is een traject van 6 delen gespreid over een half jaar. Maar zelf voor een snel en denker hoogbehaafden is dat soms wel een te grote sprong als de start. En dus daarom hebben we ook een bootcamp ontwikkeld. En de bootcamp is eigenlijk, zoals het woord zelf zegt, een goede intensieve start. Waar je allerreeks inzichten rond de manier dat je denkt en voelt ga ontdekken. Vooral de duidelijkheid, iedereen moet voor zich ontdekken, maar ik ga genoeg informatie geven. En dan gaan we samen kijken van ja, wat mapt niet en hoe ga je daarmee aan de slag. En dat gaan we combineren met een aantal tools waar je direct ook mee aan de slag kan. En dat gaat zorgen dat je wel al richting vuurtoren werkt. Dat gaat zorgen dat je al anders kijkt naar tegenslagen en naar uitdagingen. En dat gaat er dus voor zorgen dat je brein al zeker begint te trainen naar focus op het juiste. Dus wil je meer weten? Kijk dan zeker op onze site naar de bootcamp. Vraag een intakegesprek als het jou iets zegt. Intakegesprek is nog vrijblijvend en ook jij kan dan erachter nog beslissen van ja nee, dat is nog niet wat ik aan het zoeken ben. Dan hebben we elkaar waarschijnlijk al kunnen inspireren. In het andere geval, begin maart is het zover en doe onze bootcamp. Doei!